We hebben deze Mini Cooper Countryman uit 2017 net nieuw binnengekregen. Hij heeft 45.000 kilometer op de teller en zoals je kan zien, hij is helemaal zwart. Zwarte velgen, zwarte spiegels, zwarte rails en natuurlijk de lak is zwart. Dus ja, hele mooie uitvoering en hij heeft ook heel veel luxe opties. Dus die wil ik jullie graag even laten zien. Nou, hier zie je al meteen dat hij voorparkeersensoren heeft. Dat wil dus ook zeggen dat je automatisch kan inparkeren. Eén hand optie. Hij heeft keyless entry. Dus je kunt gewoon de sleutel in je tas laten en dan kun je hem zo openen en weer sluiten. Dus dat is ook heel handig. Hoef je nooit meer te zoeken naar je sleutel. Nou, hij heeft luxe halfleren interieur. Ja, XL navigatiescherm, een multifunctioneel stuur. Maar we gaan dadelijk nog een stukje rijden en dan vertel ik jullie nog wat meer over deze opties. Maar ik wil jullie eerst even de ruimte laten zien. Want de Countryman die staat natuurlijk bekend om zijn ruimte. En dat kun je ook heel goed zien. Want ik ben 1,70 meter en zoals je kan zien heb ik nog genoeg ruimte hier om gewoon fijn te zitten. En er is nog plek voor, twee andere personen. Dus er kunnen in totaal 3 volwassen personen achterin zitten. En dat is nog wel een heel groot voordeel van de Countryman. Want die ruimte die zie je ook weer terug in de kofferruimte. Nou, hier zie je bijvoorbeeld ook al die Countryman letters. En even een achteruitrijcamera. Ook heel handig. En natuurlijk ook achter parkeersensoren. Nou, hier zie je ook dat hij gewoon een hele ruime kofferruimte heeft. En hier zit nog een extra... onderin kan je nog wat extra spullen leggen. En zo heb je het ook mooi bedekt, zeg maar. En de stoelen die kunnen ook nog neergeklapt worden. Dus mocht je een keer echt wat groots meenemen, dan kan dat ook. Nou, dit is de sleutel. Die hoef je nergens in te steken. Dus ja, met de keyless entry kan je die eigenlijk gewoon in je tas laten. Ik doe hem nu even hier in het bakje. Dan kun je hem hier met de start- en stopknop kun je het starten. En wat heel fijn is aan deze Mini is het elektrisch panoramadak. Zo heb je lekker veel licht in de auto. En als het lekker weer is, dan kun je hem openen. Dus je kunt hem de eerste kant gewoon op kiepstand. En de eerste kant helemaal open. Zo heb je toch een beetje het cabrio gevoel. En dan in een Countryman. Maar ik ga hem nu even dicht doen, want voor de wind, voor het filmpje, is dat net wat fijner. En heb je nu last van de zon, dan kun je ook hier zo met dat zonnescherm kun je dat ook gewoon dicht doen. En ja, dan is dat ook weg. Dus we gaan even een stukje rijden en dan vertel ik nog wat meer over de opties van deze. Nou, hij heeft automatische transmissie. Hele fijne optie. Of ja, gewoon heel fijn om te rijden daarmee. Dus dan zet ik hem gewoon in de D. Dit is de elektronische handrem. Dus die kun je er zo vanaf zetten. En dan kunnen we gaan rijden. Nou, hij heeft dus 136 pk. Is gewoon een lekkere, pittige auto. 1,5 liter. En hij heeft ook een sportstand, dus wil je nu dat hij net wat sneller reageert op de pedalen en op het stuur, dan kun je hem hier zo met de mini driving modus in de sportstand zetten. Ja, en dan reageert hij dus net wat pittiger. Maar wil je nu zuinig rijden, dan kan dat ook. Ja, namelijk de normale modus ook nog en de green stand. Ja, dan rij je dus zo zuinig mogelijk. Dus snap maar wat je wilt en deze Mini heeft het. Nou, je hoorde net ook wel de start- en stop functie. Dus als je dus remt, dan gaat hij uit. En als je dan weer gas geeft, dan gaat hij weer vanzelf aan. Dus daar hoef je verder niks voor te doen. Als je dat vervelend vindt, dan kan je dat hier ook uitzetten. Nou, dit is het knopje voor de voorparkeersensoren. Als je nu die uit wil zetten, kan je het hier uitzetten of activeren. Dus als je automatisch wil gaan inparkeren, kan je hem hier ook weer even activeren. En dan gaat hij echt op zoek naar een parkeerplek. Nou, je ziet hier ook een XL navigatiescherm. Sommige Minis hebben hier zo balkjes, maar deze heeft het helemaal breed. En de luxe lettering eromheen. Die reageert bijvoorbeeld als je de temperatuur aanpast. Maar je kunt hem dus ook bijvoorbeeld van kleur veranderen. Dat kan hier zo met deze knop. Kan je hem zelf een kleurtje geven wat je zelf mooi vindt. En dat komt ook weer terug in de deuren. Dat zie je nu niet zo goed, maar in het donker geeft dat een heel mooi effect. En dan heb je echt net wat extra sfeer in je Mini. En je ziet bijvoorbeeld ook in het donker, als je de deur opent, zie je op de grond zie je het Mini-logo. Ja, ook dat is net wat extra, net wat extra sfeer in de auto. Nou, even multifunctioneel stuur met cruise control en een limietknop. En hij heeft Bluetooth, dus aan de andere kant kan je dan je telefoon opnemen en hier kan je de radio bedienen. Met de Bluetooth kan je dus ook je Spotify-lijst luisteren. Dat werkt ook allemaal heel fijn. Dus dan kun je gewoon je favoriete muziek in je
auto afspelen. Verder heeft hij ook hier stoelverwarming. Hij heeft hier een 3 standen. En hij heeft een verwarming in de voorruit. Dat wil dus zeggen dat je nooit meer hoeft te krabben, want je hoeft hem maar aan te zetten en dan is het zo ontdooid. Dus met de stoelverwarming en de verwarmde voorruit heb je echt een heerlijke auto in de winter. En in de zomer kun je natuurlijk het panoramadak open doen en de airco aanzetten. Nou, hij heeft ook een luxe lakafwerking, zie je terug in het interieur hier zo. En ook bijvoorbeeld in de deuren, daar zie je ook weer het interieur van de stoelen terugkomen. Dus zo zie je echt dat deze auto gewoon perfect matcht met elkaar. Mooie zwarte lak aan de binnenkant en aan de buitenkant. En ook weer de stoelen matchen weer met de deuren. Dus ja, wat mij betreft echt een prachtige, complete Mini. De prijs is inclusief 6 maanden garantie, een afleverbeurt, APK en een poetsbeurt. Wil je nu een keer komen proefrijden in de Mini, dan kan dat natuurlijk. En wil je hem graag financieren, dan kan dat ook. Dat kan al vanaf €295 per maand. Dat is zonder aanbetaling op een looptijd van 120 maanden. Je kan er gewoon tussentijds zo vaak en zoveel aflossen als je zelf wil. En wil je nu graag een kortere looptijd, dan kan dat ook. Laat ons dan even weten, dan maken wij een persoonlijke offerte voor je. En als je nog vragen hebt, dan horen we het heel graag.